Komt u hier op de markt? Eén keer per week. Voor een vaste boodschap of gewoon lekker om te snuffelen? Voor de groenten. De groenten? En wat voor groenten? Fruit, groenten, fruit. En, dat kan alles zijn. Ja. Oké, en voor de rest ook even lekker rondsnuffelen, dingen bekijken? Ja, stoffen vind ik ook erg leuk. Dus, stoffen om mee te knutselen of kleren maken? Ja, kleding maken, ja. Bedenken wat je ervan kunt maken. Verkleedkleren. Dus dat zijn de dingen die ik leuk vind. Hallo meneer, hoe lang staat u hier al op de markt? We staan hier al 28 jaar op de markt. 28 jaar. En 28 jaar met hetzelfde kraampje? Nee, dit is met een derde en een vierde kraampje. Maar hetzelfde product, zeg maar. Oh, hetzelfde product. En het product is? Het Vietnamese snacks. Dat zijn alleen de lumpia's of meerdere? Nou, we hebben meerdere soorten. Lumpia, pastijtje, babau en zo allemaal. Kleine hapje. Oh, super. Het ziet er lekker uit en het ruikt ook lekker. Verkoopt het ook goed? Jawel. Ja, nou is het minder met de crisistijden, maar dat gaat wel. Nou, komt u vaak op de markt? Nou, niet zo vaak hoor. Nee, en vindt u het leuk om op de markt te zijn? Oh ja, ik vind het wel mooi. Ja, gewoon een beetje rondkijken en neuzen? Ja. Super. Ruiken van de markt, van een markt wil ik wel zeggen. De geuren, hè, mevrouw? Ja. En wat voor geuren? Van bepaalde producten? Ja, je zou hier ook wel vlees kunnen kopen, denk ik, of niet? Ja, ik weet het ook niet. Vis en kaas? Dat haalde ik op boodschappen. En mevrouw, die had elke week een visje, van Ramburg. Ja. Ja. En hoe vindt u het op de markt? Fijn. Ja? Ik ben elke week eens wat op de markt. Ja, en wat haalt u dan zo al? Niks. Niks? Een visje. Een wekelijks visje. Een wekelijks visje.